met de overhandiging van 95 brillen aan de gemeenschap van Langatabiki is de derde editie van de civiel-militaire operatie Grand Mati officieel afgesloten. De brillen zijn bekostigd door de Verenigde Staten van Amerika en op 15 december overhandigd aan de bewoners die in augustus oogmetingen hebben gedaan. Aan Grand Mati hebben zowel lokale als buitenlandse deskundigen geparticipeerd. Zo hebben Surinaamse tandartsen tandheelkundige diensten verleend en heeft de Verenigde Staten 45.000 Amerikaanse dollar aan materiaal en medicijnen geschonken. Het ministerie van Bibes heeft excuses aangeboden aan de heer Russell Martis en zijn gezin voor de moeilijkheden die ze hebben ondervonden tijdens hun reis naar Suriname. Ze erkent problemen met het visum- en betalingssysteem en benadrukt de noodzaak van een geldig visum voor reizigers naar Suriname. Hoewel het digitaal visumaanvraagsysteem is verbeterd, moeten visumplichtige reizigers vooraf hun visum en entry fee regelen. Het ministerie werkt aan verbeteringen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen en adviseert reizigers om vooraf de geldende inreisvoorwaarden te controleren via ambassades, consulaten en de website van VFS Global. Een delegatie van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken bezocht de Nationale Assemblée op uitnodiging van de Commissie van Rapporteurs om de goedkeuring van Suriname tot de vier Haagse kinderbeschermende verdragen te bespreken. De delegatie is positief over de ontwikkelingen en zal schriftelijk feedback over de ontwerpwet en Surinames toetreding tot de verdragen aan de Nationale Assemblée verstrekken.